Hi guys, oké, hier is een Nederlandstalige video waar ik de solo die ik gespeeld heb op de backing track van Paul Davids even ga verklaren. Het is eigenlijk een heel simpele aanpak, speciaal gedaan om een aantal zaken aan te tonen dat noten die je kiest in een solo eigenlijk heel eenvoudig uit je akkoordgrepen kunnen komen. En dat heb ik dus ook gedaan op dat stukje van Paul Davids. In een andere video ook op mijn kanaal kan je naar de solo zelf luisteren. Daar gaan we nu onze videotijd niet aan spenderen. Je moet even kijken naar de video zelf. Ik zal de link even bij de commentaar zetten. Ik ga nu even spreken over de akkoorden en welke noten er gekozen zijn om een solootje over te spelen. En hoe die in de akkoordgrepen kunnen gevonden worden. Om dit te kunnen doen moet ik een aantal dingen even vertellen waar ik vanuit ga dat die gekend zijn. Ik denk dat al de noten zich kunnen situeren in de basisakkoordgrepen van Do, Re. En vanuitgaande dat we weten dat Re, die greep, eigenlijk een verkorte versie is van deze greep. Als we hier de drie bovenste snaren van pakken, de hoogste, en we beschouwen onze nut als ook vingers, dan krijgen we een vingerstring die eigenlijk hetzelfde is als deze, alleen twee fretten lager. Dus deze Re is eigenlijk een verkorte versie of een kleinere versie van deze Do. Als we deze Do twee frets opschuiven, dan zouden we Re krijgen en dan hebben we deze. Daar de drie bovenste snaren van pakken, heb je dit. Dat is de D-greep, dat is de C-greep, omdat dat van een C-akkoord komt. Dit is de D-greep, want die komt van een D-akkoord. Maar eigenlijk zijn die heel verwant aan elkaar, want dit is eigenlijk een stukje van deze greep. Dus die, veronderstel ik dat gekend is, dit is D. Uw grondnoot zit op de C-snaar, derde fret, tweede hoogste snaar. Dus als we twee frets omhoog gaan, hebben we Mi. Onze grondnoot zit nog steeds op dezelfde snaar, alleen nu op de vijfde fret. Gaan we nog drie frets omhoog, dan hebben we Sol. Twee frets omhoog, La. En op de twaalfde fret en uw ringvinger op de dertiende van de tweede snaar, heb je Do. Hoger dan dit. Gewoon een doogreep. 12 frets omhoog en we gebruiken de korte versie, de kleine versie. Is dit uw Do. Dus het is dan belangrijk dat je de noten op je C-snaar kent. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dat is deze greep die ik veronderstel dat min of meer gekend is. De volgende is gewoon een barré-greep. Dit is Sol. En daar zien we neem je ook een verkorte greep, dus niet de basnoot, maar al de rest wel. Die gaan we een paar keer gebruiken. Daar ligt de grondnoot op de hoogste snaar of op de laagste snaar, als we de volle barré pakken. Voilà, dat is de tweede. De derde is de laagreep. Sommigen pakken die zo. In barré is dat. Deze greep, dit is Do. Of zo. Hier ligt de grondnoot op je La-snaar, maar ook op je Sol-snaar. Een octaaf hoger. Dus. Die drie grepen veronderstel ik dat dan gekend zijn. Dus de Do-greep, de Re-greep die voor mij een beetje hetzelfde is, de Mi-greep in barré. Standaard barré, power chord, sorry, standaard barré en de laagreep in barré. Daar kunnen we de meeste dingen mee doen. Nu, het akkoordenschema is heel simpel. Het is Do, Mi, Fa, Sol. Dat zijn de eerste vier akkoorden. Do, Mi 7, Fa, Sol. Dat zijn allemaal akkoorden uit Do, behalve die Mi 7, dat is een beetje een rare, dat zou een mineur 7 moeten zijn in Do. Mi mineur.
hier is een dominant 7. En dat geeft een beetje een rare sound aan het hele gebeuren. Er komt heel veel voor. Dat is de 3 majeur. 3 logisch, want do, re, mi. Mi is 3. Normaal is die mineur. Maar 3 majeur komt in pop en rock geregeld voor. Dat is een akkoord dat eigenlijk geleend is uit een andere toonladder, zou ik maar zeggen. Een andere mode. En die hier als gastakkoord even komt meespelen. Dus het belangrijkste daar is dat die sol kruis eigenlijk niet in do zit. Dat is de terts van mi 7. En die maakt het een beetje speciaal. Dus do, mi 7. En daar hoor je, die hoort eigenlijk niet thuis in de tonen van do. En dan fa, sol, wat gewoon de 4 en de 5 is uit de tonen van do. We tellen gewoon vanaf do. 1, 2, 3, 4. 4 is de fa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 is de sol. 5. Dus do is 1, fa is 4, sol is 5. En die mi is een 3 majeur of een 3 dominant in dit geval. Dus de laatste keer het akkoordschema voor de eerste 4 maten is do, mi 7, fa, sol. Als we nu die akkoorden kunnen spelen in, op verschillende posities, dan zien we al enkele akkoordgrepen die ik ga gebruiken voor de solo. Als we beginnen met die do, we spelen die hier. Die mi 7 hier. Dus dat is die do-greep of de re-greep die we twee frets opschuiven van naar mi. Fa. Nog een fretje hoger, dezelfde greep. En sol. Onze barré. De solo begint en ik heb een kleine honde aan mijn wijsvinger. Die kan geen binnen doen, dus ik ga schuiven. De solo zelf is die derde noot en bent. Nou, ik kan niet doen. Maar je hoort de noten. De eerste komen uit gewoon deze akkoordpositie, greep van do. Dan gebruik ik even die re om die naar mi te schuiven. Dan ben ik volledig in do. In die greep. Tweede akkoord is een mi. Dan gebruik ik die greep. Ik gebruik enkel maar die noot. Sorry. Die noot komt uit deze greep. Dus we beginnen met deze greep. Naar deze greep. En dan. En dat is gewoon. Dus deze greep. Ik gebruik enkel deze twee noten, de do en de fa. En dan deze greep. En ik gebruik enkel deze twee noten, de si en de re. Dus eigenlijk zijn dat 1, 2, 3, 4 akkoordgreepjes. Maar ik pak specifieke noten daaruit, maar wel uit die grepen. En de eerste 4 akkoorden. De volgende 4 akkoorden zijn do, mi, sol en do. Het lijkt een beetje op het begin, mi, maar dan is het sol en do. En daar speel ik hetzelfde als in het begin. En dan gaan we naar dat mi akkoord. Dan laat ik de noten wandelen tot aan deze noot. En die komt uit deze greep. Wat een octaaf hoger is dan deze greep. Gewoon een mi-akkoord. Maar dan hier. En ik pak enkel maar die noot. Dus begin is hetzelfde als ervoor. Ik wandel in de toonladder vandoor. Tot aan de noot die ik wil op dat mi-akkoord. Ja, en dan gaan we naar sol en nooit naar do. Dus na die mi speel ik sol, deze greep. Dus eigenlijk een do greep, maar dan opgeschoven tot aan de sol. En ik speel deze twee snaren, de re snaar en de si snaar.
volledig uit dat akkoord gereken. Maar ik schuif even deze noot, de tertius van sol, een half toontje hoger naar de kwart van sol. Ergens dat akkoord, solakkoord, maar deze noot schuift even naar boven. En de grondnoot, die op de C-snaar ligt, die laat ik gewoon liggen. Dan ga ik naar de fa. En dat is deze greep. Dus ik doe hetzelfde als op die sol. Maar dan twee frets lager. En dan ga ik naar do. Deze twee noten. De sol en de mi. En dan komt dat deze greep. Dus de la barré. Maar dan op de derde fret en dan wordt het een do akkoord. Oké, de voorlaatste regel is do. We gaan bijna naar de climax, mi 7 terug. Fa. En hier komt het speciale akkoord, fa mineur. Wordt heel veel gebruikt in popmuziek. Dat is het vierde akkoord, fa, in do. 1, 2, 3, 4, do, re, mi, fa. Fa is 4. Naar 4 mineur. En dat is ook weer een akkoord dat geleend wordt uit een andere scale, uit de melodische mineur tonader in dit geval. Dus dat is een akkoord dat we lenen ergens anders. Om hier even in binnen te schuiven. 4 naar 4 mineur. Je weet dat heel veel herkennen, de Beatles hebben daar heel veel nummers ook gedaan, dus zo oud is het al. En dat geeft een bepaalde melancholische spanning aan het akkoordenschema. Dus nog eens die derde lijn, do. Mi 7, zoals elke lijn begonnen is, dan fa, fa mineur. In de solo is het dan interessant om die mineurnoot, die la bemol, die eigenlijk niet in de toonladder van do zit, maar die door dat mineurakkoord in één keer wel aanwezig is. Normaal zou de la moeten zijn, en dat zit ook in het akkoord van fa, en het akkoord van fa mineur. Er zit geen la, maar wel een la bemol. Dat we naar die noot werken. Dus wat doe ik daar? Sorry, het is een ander. Ja. We beginnen met do en gewoon een rake van het akkoord. En dan doe ik gewoon do, re, mi. Van do gewoon, do, maar dan do, re, mi, re, do. En dan gaan we naar mi 7, dat is dat akkoord, dat we al elke keer tegenkomen. En mi 7 heeft een septiem, sorry, dat is die re, dat is de septiem van mi, de zevende. Dus ik doe, op die mi speel ik die re, en ik duw die heel kort naar de mi zelf, naar het de grondnoot. Dus je krijgt dat raar effect van ik speel een noot te laag. Maar ik duw ze wel naar de grondtoon. Daarmee val ik terug met mijn noten in het akkoord. Heel duidelijk. Het volgende akkoord is die fa. Die greep, dus eigenlijk de mi greep, maar dan één fretje omhoog op de 13e fret. Dan speel ik die fa en daar speel ik. Dus ik kruip van die do naar die fa. En dan krijgen we die fa mineur. Die van majeur naar mineur gaat. En dan probeer ik die mineur, die la bemol waar ik er straks van sprak, te zoeken. Ik zit hier. Dus do, re, mi, fa, dat is de grondnoot. Sol is de negende van fa. Als ik die een halve toon omhoog duw, dan kom ik op die la bemol. Dat is een kleine terts van fa. Fa, kleine terts. En dat is die speciale noot in dit akkoordenschema.
dus eerst u door. Dus die do en die mi, en dan voor die fa. Dus die fa. Eerst begin ik met een do. Dat is gewoon uit deze fa greep. De la greep. Daar de hoogste noot van. En dan ga ik die la bemol zoeken. Daar hebben we ze. Dus daarmee hoor je duidelijk de overgang van majeur naar minor. Voilà. En dan gaan we voor de laatste regel is het do. Mi 7. Fa. Sol. En dan zijn we terug aan het begin. De laatste regel, de laatste vier akkoorden zijn opnieuw do, mi 7, zoals elke regel al begonnen is, en dan fa, sol, do. Echt een cadenzium do. Voor die laatste regel, ja, komen van die la bemol. Ik zak naar beneden naar die mi, dat is uit deze greep, van do, het akkoord is do daar. En dan slide die op naar een hoge do. Dus van de terts gaat dit akkoord naar de grondnoot, en dat is eigenlijk uit deze greep. Alleen een octaaf hoger. Dan hebben we die do al uitgelijnd en het volgende akkoord is mi 7. En daar speel ik deze greep. Met dezelfde als deze. Dat is de re greep, maar twee fretten omhoog. En dan in dit geval een volledige octaaf omhoog. En ik speel daar alleen maar de twee bovenste snaren van. En ik laat de grondnoot zakken naar septiem. Want het is mi 7. En deze noot, de terts, die laat ik liggen. Dus mi, mi 7. Het enige verschil is dat die grondnoot een toon zakt. Dus do, mi 7. En dan, om te stoppen, gaan we naar fa. Fa. Uit deze greep. Ik speel daar een septiem in de bas in plaats van de grondnoot. Eigenlijk zouden we dit kunnen spelen. Sorry, excuseer. De grondnoot. Uit deze greep. Maar ik speel. De septiem van fa is groot, dus dat is een majeur 7. Dat is een beetje een kleuring van het akkoord eigenlijk. Dus in plaats van fa speel ik eigenlijk van majeur 7. Het is niet zo belangrijk, deze noot kan ook, de fa zelf. En het volgende akkoord is zo. Het komt ook van deze greep, van sol 7. Dat is eigenlijk deze greep. En ik speel alleen deze twee noten, dus op de derde fret. De re en de fa. Op de re-snaar en dan alles een octaaf hoger. Ze komen van die fa, sol, dat is ook sol, maar vanuit de la-greep, deze twee noten. En dan om te eindigen door. En dan komt dat deze greep. Dus gewoon de do-greep, zoals hier. Daarover. Dus heel kort overlopen. Eerst de do-greep.
sol, sorry, zo, fa, do, te eindigen, do, mi, fa, fa mineur, do, mi 7, fa, sol, sol, en do. Misschien een beetje overweldigend, bekijk het, zie je waar je ervan van kan opsteken, waar je kan thuisbrengen en al wat je niet kan vinden, dat vraag je maar. Tot later, bye bye.